Wist je dat er in 2050 9 miljard wereldbewoners zijn? En onze welvaart ook toeneemt? Daardoor stijgt de vraag naar goederen en voedsel enorm. Meer productie dus. En dat vraagt om energie en grondstoffen. Als we niks veranderen aan hoe we spullen maken, gebruiken we in 2050 3 keer zoveel grondstoffen. Geen goed plan, want zo raakt de aarde onherstelbaar uitgeput. Daarom werken we toe naar een Europese circulaire economie, waarin we minder gebruik maken van schaarse grondstoffen, producten zo ontwerpen dat je ze eenvoudig kunt hergebruiken, en waarin we zo min mogelijk weggooien. Kortom, een duurzame levensloop voor materialen en spullen. Besluiten we ervoor te gaan, dan helpen we onszelf en het milieu enorm. Meedoen? Alle beetjes helpen. Gebruik onderweg een herbruikbare fles. Ga shoppen met een katoenen tas. Koop producten zonder verpakking of in een voordeelpak. Jampotten en bakjes over? Gebruik ze om je spullen in op te bergen. Zo sluiten we de cirkel en dragen we bij aan een Europa met minder afval. Een wereld van verschil.